65. Ik schreef mijn eerste liedje. De tekst half bakken Engels, korter Waals. Want Nederlands dat kon niet, destijds was dat al wollig. Gelukkig was dat later achterhaald. Gedurende de jaren bleef ik wel componeren, maar alles was vooral instrumentaal. Pas na mijn pensionering begon ik weer aan teksten, die schreef ik voortaan in mijn moedertaal. Dat wordt mijn laatste liedje, tra-la-la-la. Hoe klinkt mijn laatste liedje, tra-la-la-la. Ik kon gelukkig putten uit heel wat onderwerpen die inspireerden tot een goed verhaal. Zo heb ik er inmiddels al heel wat opgenomen. Het zijn er meer dan 50 in totaal. Ik leerde produceren en video's monteren. Ik weet waar Abraham de mosterd haalt. Het is een mooie hobby waarin ik alles kwijt kan. Mijn creativiteit werkt maximaal. Wat wordt mijn laatste liedje? Tra-la-la-la-la. Hoe klinkt mijn laatste liedje? Tra-la-la-la-la. Hoe klinkt mijn laatste liedje? Natuurlijk wil ik doorgaan totdat ik erbij neerval. Wanneer dat is, daar is het raden naar. En dan zal ook bekend zijn, behalve voor John Spangen, welk liedje tot zijn laatste wordt verklaard. Dat vind ik niet rechtvaardig, want ik wil ook wel weten, hoe zit mijn laatste liedje in elkaar? Dus heb ik er meteen maar een slinger aan gegeven, dan is mijn laatste liedje maar vast klaar. Zo klinkt mijn laatste liedje, tra-la-la-la-la-la. Het is een simpel liedje, tra-la-la-la-la-la. Zo klinkt mijn laatste liedje, tra-la-la-la-la-la. Het is een simpel liedje, tra-la-la-la-la-la. Dus heb ik er meteen maar een slinger aan gegeven. Mijn laatste liedje is nu alvast klaar.